klopt. Ik heb de draadjes gedaan in storage en daarna heb ik de draadjes gedaan. Ja, Jorik, we kennen hem. Jorik. Ik zeg je eerlijk. Ik ben crewmate. En ik heb geen rol, dus ik moet gewoon mijn taken doen. Ik denk dat ik daar ook gewoon volledig op ga focussen. Download. Deze dingen duren lang. Kom op. Hey, de support op de Among Us-serie. Ik hou van jullie, man. En zo naar jullie, soldaten. Thanks voor de support. Ga alleen maar hard, man. Kijken. Ja, Lensie, als je me gaat killen, vind ik het gewoon heel jammer. Ik weet nog wat ik ga zeggen. Maar hij doet het niet. Hij doet gewoon zijn taak. Oerkan staat erbij. We gaan naar de onderkant van storage. Daar is de volgende taak. Lensie en Tijmen staan samen. Lensio, je zag maar lopen, bro, toch? Hoe nu al, bro? Ja, ik zeg eerlijk, de imposters zijn op snelheid. Ja, man. Is ook elke Ilias op Lensio. Hey, ik kwam hier nog voorbij. Ja, Lensio en Tijmen, die zag ik. Lensio met Lensio heb ik O2 heb ik die bladeren gedaan. Volgens liepen we naar beneden. In Shields stopte Lensio om zijn taak daar te doen samen met Tijmen. Ik loop van Shields door, de ingang van storage, vanaf die kant zeg maar. Zie ik een blauwe body liggen en dat is Ilias. Ik wou nog het risico nemen om of naar boven te lopen of naar beneden of naar links. Om te kijken of ik hem body erachteraan zeg maar weg zag rennen. Maar ik dacht, ik report hem voordat mensen op mij gaan. Wacht even. Cafetaria, wie deed die download? Hey, wacht stil even. Ik denk hij is vers, man. Want ik kwam van Snoertje naar Goms ingelopen. Toen ging Schultz in. En zeg maar, ik ben niemand bij die ingang tegengekomen, zeg maar, destijds. Hij is sowieso vers. Maar hey, Mo, wie waren vier man toch, Cafetaria? Wie ging allemaal downloaden? Vier man Cafetaria? Ja, we waren die download aan het doen. Oh ja, ik weet niet. Daar heb ik niet op gelet. Ik was de intro aan het doen. Ik was gewoon echt letterlijk op download klikken en toen... Sabri, waar was jij? Ik was met Diogo en nog iemand in Electrocom. Jorik, waar was jij? Ik ben in cafeteria, man. Met? Niemand, ik had Ivan gezien in Admin. Ivan, waar ben jij? Wat? Ik zag juist Atom in cafeteria, dus hoe de fuck ben jij daar? Ik heb Boop wel gezien in Admin toen ik naar Electrical ging. Ik zie Atom nu in cafeteria. Ivan is cafeteria. Ik kan een foutje. Tijmen was met jullie. Maar wacht, dus het is wel vers, want Tijmen toen jij in de ingang van storage liep, zeg maar, richting Shield. Waar kwam je niks tegen? Hij is iemand gewoon, iemand die bij Admin of Storage of bij Electrical. Ja, hij is letterlijk. Ik denk, hij is letterlijk in de overgang van blauw naar lichtblauw bij Storage richting Shields. Wacht, daar kwam Jorik later op in Electrical. Van waar? Jorik kwam later. Van waar? Kijk, luister, ik was met Diego aan die licht aan het fixen. Toen kwam jij later. Klopt, ik heb de draadjes gedaan in Storage en daarna heb ik de draadjes gedaan. Ja, Jorik, we kennen hem. Jorik. Ik zeg je eerlijk. Hij begint weer langzaam uit te leggen wat een. Jullie willen letterlijk weten waar ik vandaan kom, dus ga ik uitleggen. Maar het is prima, als jullie de uitleg niet willen hebben, dan ga ik het niet meer geven. Is ook goed. Maar ik kom letterlijk uiteindelijk naar Electrical. Oké, maar die potje begon. Wat is je bent richting Electrical gelopen. Kwam iemand tegen? Kwam iemand tegen toen je richting Electrical liep? Nee. Skip. Ik denk hij gaat weer uit, denk ik, man. Helaas wel, man. Sorry, man, Jorik. Het zal wel, weet je. Prima, man. Ik vaar uit dit rollen. Maakt niet uit. Ik speel weer als ghost. Lekker task. Hey, Impulse, waarom moet je altijd mee als eerste? Ja, het is Jorik. We hebben hem door. We gaan straks zien aan het einde van het potje, boer. Is goed. Laat me volgend potje leven, alsjeblieft. Ja, Ilias is dood. Ik ga gewoon admin. Daar weer mijn taken doen. Kijken. Doe meteen deze moeilijke. Trouw erop dat die boys even gaan. Dan kan ik verder mijn task doen. Zo, ik heb wel veel task al gedaan. Ik ga naar de storage. Onderkant. Is schoon. En ik ga helemaal naar navigation. Kom ik hier iemand tegen? Nee, ik kom niemand tegen. Geel bij geel, blauw bij blauw, rood bij rood. Dat is gewoon een rechte lijn. Oké, ik moet nu naar electrical. Ik ga gewoon via beneden. Ik vertrouw het wel. Ik ga naar de onderkant. Hoe kan kill me niet gelukkig? Electrical is Lensio. Klikken. Bam. Oké, ik ga helemaal naar O2 denken. En ik ga via de onderkant, want dan kan ik misschien nog dingen zien. Die ik wil zien. Oeh, jammer. Yo, man. Oké, hij was admin tot laatst, of niet? Waar is die body? Hij is geen admin, want ik ben admin met Appie en Ivan. Upper engine. Ik wist het, bro. Ik zag namelijk een blip naar cafetaria en ik wil kijken wie dat was. Wie is scientist en wie is engineer? Ik ben scientist, man. Een engineer? Engineer. Waarschijnlijk is hij dood. I think he's dead. Ja, of het is Ilias of het Sabri. You're a scientist? Maar Ilias was gelijk dood. Scientist is schizo, engineer ben ik, man. Pak posities van iedereen. Wacht.
die body was upper engine, zeg ik. Ja. Lancio en Atom kan ik vouchen. Lancio en Atom zag ik lopen naar die auto. Zie je? Ik zag Admin, zag ik Ivan en Appie. Appie had die dingen al gefixt. Dus hun zijn het ook niet. Dan blijven Bob's internet. En Furkan en Chad moet nog over. Yes, ik ben op het moment. Ik liep volgens mij Furkan en Lencio nog voorbij. Toen Lencio Electrical inliep, liep ik Electrical in. Heb ik 2 tasks gedaan. Eentje was die 1, 2, 3 op tijd op die spatie klikken. En die andere was even nadenken. Dat was misschien een uur geleden. Kabels volgens mij. Nee, ja, daarom. En daarna ben ik langs Storage. Toen ging die ding af, toch direct bij O2 en Admin. Toen ben ik vanaf Storage onderkant. Nu ben ik bij Shields, omdat ik die O2 wou fixen in plaats van Admin. Weet je wat het hele punt is? Je bent bij Shields. Ja. Heb jij Lencio en dingen niet gezien en Atom? Lencio en Furkan heb ik gezien. Lencio liep Electrical uit toen ik naar binnen liep. En Furkan liep in de gang van Storage Electrical. Ik zag veel mensen Storage inderdaad, man. Maar wat ik denk is dat die body überhaupt vers was. Maar ik zag eigenlijk helemaal niemand. Want ik blufte die cafeteria namelijk. Want ik stond op die admin panel en ik zag de hele tijd die poppetjes bewegen toch. Dus bro, wat ik zag is die blip komt daar naar hogere engine, zeg maar. En toen werd die report gemaakt. Ik weet niet precies waar de body is. Maar dat is wat ik heb gezien. Hij kan in een vent zitten. Hij kan in een vent zitten bij Upper Engine. Kan ook. Maar wacht, wie stond bij Camps dan? Want die was dichtbij dan. Maar als je het zo gaat uitrekenen, is volgens mij iedereen zit wel bij elkaar. Klopt. Of ben ik gek? Ja, behalve Furkan en Chad. Of het is een Bob zelf report. Maar Bob zegt. Bob het meest zus en hij is er nu uit. Dus dan zeg ik skip dood. Hij heeft opgegeven, man. Maar de taken gaan wel wat langzamer, merk ik. Dus boys, doe dat even. Ja, boys, sneller, man. Sneller. Ik vond het juist snel gaan, bro. Maar no, in 2 rondes, best wel traag. Hier, ik heb er eentje in O2. Doen ze meteen die deuren dicht. Oh mijn god. Gaan we weer. Bam. En nu heb ik mijn taken gedaan. Ik blijf gewoon met deze boys. Of ze moeten alle 3 imposter zijn en ik word gewoon gepakt. Ja, ik loop gewoon met Lencio. Ik vertrouw Lencio. Appie staat hier stil. Ik wil gewoon meelopen. Wil goed kijken. Iedereen volgt Lencio. Dat vind ik wel grappig. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom iedereen Lencio volgt. Appie staat op Lencio. Appie staat op Lencio. Sabotage, we moeten samen gaan lopen. Gaan we? Ivan en Atom lopen mee. Soldaten. Oh, ik vertrouw deze bro. Diogo, jij kan mijn foutje, toch? Ivan, doe rustig. Ik kan Chadmon sowieso foutje. Dankjewel. Dankjewel. Ik zal het even uitleggen. Ik ben heel de ronde best wel gaan lopen samen met Lencio. Ik voelde me veilig bij Lencio. Blijkbaar voelde me niet zo veilig, man. Ik word bijna gejumpt daar zo. Nee, 5 mensen staan om me heen. Ja, geen stress. In ieder geval, omdat we met z'n 5 waren, werd er niet te snel een kill gemaakt. We gaan samen naar security. Op een gegeven moment, wanneer we in security staan, worden de communications gesaboteerd. Ik wil samen met de rest lopen. Hij besloot om samen met Ivan en Atom te lopen. Loop ik richting communications in. Ik zag Diogo daar struggelen. Ik help hem. Volgens het is gelukt. Ik loop communications uit samen met Diogo. We lopen samen richting storage en we zien een body in storage. Dus ik kan het niet zijn. En Diogo kan het niet zijn. Ja, sowieso Furkan en Tijmen kwamen van navigation, als het goed is. Ja, man. Die weapon kant. Ja, weapon. We zaten wel samen te chillen, dus ik weet niet wat is. Toch kan. Ja, maar je moet wel weten, Atom. Zij liepen niet met ons en wij liepen echt met 5 man. Ja, wij liepen 5 man. Dus appie. Maar we gingen uiteindelijk wel uit elkaar. Ik ben ingenieur, dus bro. Waarom zei je dat gisteren, vorige ronde niet? Ik heb dat, bro. Hij zei vorige ronde tijdens. Ik heb nog een opmerking. Waarom stond je nog zo lang op die camps terwijl die gewoon disabled waren? Mag dat niet? Nee, maar ik vraag maar daar heb je niks aan. Maar Appie, welke taak heb je gedaan? Ik heb die cijfers bij Reactor gedaan. Ik heb draden gedaan bij Admin. Ik heb download gedaan. Ik heb een card swipe. Maar dat was niet alleen deze ronde ook voor. Ik wou net zeggen, je hebt wel echt veel gedaan in de ronde dan. Nee. Oh, joh. Ik weet echt niet, man. Ik zeg eerlijk, ik zag Furkan en Tijmen in de navigation lopen. Maar Furkan en Tijmen, wat hebben jullie gedaan dan? Dat jullie in weapons waren? Ik moest mijn laatste taak alleen nog gaan doen, man. Ik moest mijn navigation laatste ding gaan switchen en ik moest ook nog 1 keer zo kabels gaan verbinden. En nu ben ik gewoon klaar. Kabels, afval in O2 en weapons schieten, man. Dat heb ik gedaan. Maar wat is deze report eigenlijk? Nou, ik heb even kijken, Schizo volgens mij een report. No, was Tijmen? Of nee? Nee, was Schizo, was lichtblauw. Ik weet niet eens waar die body is, boys. Of ben ik aan space? Ik zeg je eerlijk, ik denk niet dat Ivan het is wat ik was met hem. Storage, die body is storage. Welke kan storage... Oké, wacht even! Wie loopt solo dan? Wie loopt solo?
Dan loopt Appie op camp dan. Nee, Appie loopt solo dan. Nee, Appie staat bij mij, bij camp. Oh, wat gaan we doen? Dan loopt Furkan of Tijn. Gewoon skippen, man. Nee, ook niet, dus ook samen. Bro, ik ben engineer. Nee, wordt gekloot, hij wordt gekloot. Dit wordt moeilijk, man. Jullie zitten het echt moeilijk. Oh, crazy. Ivan en Atom liepen samen. Diego en ik lopen samen. Tijn en Furkan, Appie en... Wat? Ik liep ook met jullie, dus ik kan sowieso niet. Iemand ligt kamp, hoor. Wordt echt gelogen. Oh. Stop, laat niet lijken. Oh, hey, wie was dat? Was Furkan die defense pro, hij is engineer. Oh, ik was gewoon per ongeluk geunmute, zeg maar. En die boys dachten dat ik het aan het laten lijken was. Met, ik zei, er wordt echt gelogen. Maar ik was gewoon serieus, er wordt echt gelogen. Ga maar gewoon kijken hier. Electrical security. 3 in electrical, 4 in electrical. Ach. Ivan, holla, ik ga jou op, broer. Jij bent echt, wauw. Wow, Diego. Ivan is hem ook. Ivan is hem ook. Wauw. Diego, Tijmen, Ivan. Hey, Diego, ik dacht dat je had geslijst. Die wil het niet weten. Motherfucker. En ik verdedig nog deze Diego. Je hebt gewoon geluk, man. Ik verdedigde Ivan nog, broer. 0,2 seconden, 0,2 seconden verder, Ivan, en je was gewoon de lul, man. Ik had je geslijst. Hey, Tijmen. Ja. Ja, het is vaag, man. Het is vaag. Ik ben erin getrapt. Diego heb ik nog verdedigd de vorige ronde, maar het mocht niet baten. Helaas. Thanks voor jullie support. Thanks voor het kijken. En misschien zien jullie binnenkort wel een Among Us video met 2 potjes. Ik zal even kijken wat ik kan doen voor jullie. Thanks voor het kijken en ciao, ciao.